Klaasjes de Neesjesten. Met de slede rijden wij van Wiesnje naar Wosnje. En Pluk van de Pettenflat. Het repertoire van haar en Harry Banning samen is zo ijzersterk. Het verspreidt natuurlijk zoveel generaties. Ja, die musical is voor ons allemaal, zoals Annie M. G. Schmid voor ons allemaal was. Wat zij betekent heeft voor de Nederlandse muziek en de Nederlandse taal ook. Maar het mooie van de voorstelling hier is dat je die hele andere kant ook van Annie M. G. Schmid te zien krijgt. 1 jaar Annie M. G. Schmid, 250 voorstellingen, trams die langs denderen. En dat is gewoon midden in Amsterdam vieren we dat Annie hier nog 3 maanden in het Lamar Theater staat. En dat het, als je van musical houdt, als je van kleintjes houdt, is dit de voorstelling die je moet zien. Maar we trekken ons er niets voor aan. We beginnen weer van voren af aan. Dames en heren, dank u wel voor dit fantastische applaus. Een bijzonder moment. De voorstelling gaat nog even door. U gaat iets bijzonders meemaken. Jullie gaan ook iets bijzonders meemaken. Want ik vraag het woord op het podium graag. Mevrouw De Zwart-Blonch, burgemeester van Blaricum. Ik ben hier om een dorpsgenoot in de zon te zetten vanmiddag. Mevrouw Kleinsma, het is mij een grote eer dat ik u namens Zijne Majesteit koning Willem-Alexander mag benoemen tot officier in de Orde van Oranje. Simone is een bijzonder talent en heeft een prachtige carrière tot nu toe. Zij heeft laten zien dat ze altijd een stapje verder wil. Niet genoegen nemen met, oh, zo is het wel goed. Als iemand zo'n onderscheiding verdient, dan is het voor mij Simone Kleinsma. Ik zou bijna zeggen, Simone had het maar lang moeten gekregen hebben. Het is niet alleen een vakvrouw en fantastisch en talentvol op alle vlakken. Ze is ook nog eens heel erg lief. Als er één vrouw is aan wie ik het absoluut alle prijzen van de wereld gun, dan is het Simone. Dat krijg je niet omdat je zo goed bent of dat je zo mooi kan zingen of zo lang op toneel staat. Dat krijg je omdat je veel goed werk doet ook. We hebben natuurlijk nu een officier op het toneel staan, mevrouw Kleinsma, die ik nu voortaan alleen nog maar als u mag benoemen. Dat hebben we nu afgesproken. Een musical die nog steeds er heel mooi bij staat, denk ik. Wij hebben gewoon een kalenderjaar lang al gespeeld voor volle zalen. En mensen blijven zeggen, wat een geweldige voorstelling. En ik voel ook hier de warmte en de liefde voor het product. Het is gewoon zo'n mooie totaalproductie van en dans en mooie zang en bekende liedjes. Fantastische muziek, geweldige arrangementen, geweldige cast, al zeg ik het zelf. Ik kan het niet van mezelf zeggen, maar van anderen wel. En ja, een avond vol ja, blijdschap ook en ontroering. Het is de magie van en de teksten van Annie M. G. Schmid, de vertolking van Simone, hoe ze dat doet. En alles bij elkaar hebben we er met z'n allen geloof ik echt een mooie voorstelling van gemaakt.